Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal Sarella. Mijn naam is Sarella en vandaag gaan we kijken of we een dak kunnen plaatsen op het huis. En we gaan natuurlijk Woos en Green Cloud iets meer aan elkaar toe koppelen. En een beetje het dagelijkse dingetje wat je in Sims moet doen. Dus laten we maar gelijk beginnen. Oké, we zijn hier en laatst hadden we pannenkoekjes gemaakt. Dus we gaan even kijken wat iedereen nodig heeft. Twan, die heeft energie nodig. Wanneer moet die werken? Over 8 uurtjes. Dan kunnen we hem nog wel eventjes laten slapen. We zitten met Ella. Ella is alles redelijk goed. Die kan gewoon eventjes lekker doen wat ze wil doen. We zitten met Green Clown. Okay. Green Clown die heeft een douche nodig. We gaan gewoon lekker een stomende douche nemen. En daarna moet hij naar de wc. Rose is heel erg ongemakkelijk. Pas goed bij Green Clown. Nou, dan gaat ze even slapen. En daarna kan ze eventjes een bezuchtzame douche gaan nemen. Oké, hoe zit het met de kleintjes? All good. Great, die moeten pas over 2 dagjes naar school. Oké, we zitten nu wel een beetje met een klein probleempje. Want zoals je kan zien, Woos is vies en heel erg moe. Serieus, kan je niet zwemmen? Je laatste beetje energie. Wat gaat Green Clown doen? Oh, Green Clown gaat naar Woos. Hij is gezellig. Oké, kunnen wij hier geen bankje neerzetten? Zodat ze eventjes een dutje kan doen. En als ze een dutje heeft gedaan, hè, dat we dan misschien, zetten we gewoon eventjes een stoel neer. Zo, heel random. Kijk, en dan kan ze hier eventjes een dutje doen. Zodat ze wat energie krijgt en dat ze eindelijk kan douchen. Want, ze is wel echt heel vies. Barbecue, dat zie ik. En dat lijkt me een heel goed idee om dat te doen. Dus, laten we eventjes... Wat is dit? Oh, prijskast. Laten we eventjes een tafel regelen. Waarom heb ik zo jeuk achter mijn oor? Zo. Kijk, dan kunnen we daar in ieder geval aan gaan eten. Green Clown die gaat alvast grillen. Die denkt, ik heb het gehad. Ik blijf niet langer wachten. Wat heb je gemaakt? Hamburgers. Oeh, misschien willen de kids ook wel wat eten. Een postje pakken. Oh, hij is aan het slapen. Nou ja, daarna kan hij gelijk een postje pakken. Dankjewel, Green Clown. We gaan eventjes zorgen dat zij lekker gaat douchen. En daarna kan ze nog even slapen. Dat moet ze even lekker zelf weten. Kijk, daar gaat ze. Eindelijk. Woehoe, daar gaat ze. Oké, dan kunnen we die stoel hier eventjes gelijk weghalen. Voordat ik het vergeet. Kijk nou. Gezellig. Woehoe, gelijk het vakantiegevoel alweer. Ik krijg ook wel trek in zo'n hamburger hoor. Hebben jullie dat ook altijd als je naar een kookprogramma kijkt of naar een... TV-serie of naar bijvoorbeeld een computerspel als ze gaan eten, dat je ook gewoon honger krijgt. Dat je ook gewoon trek krijgt in wat hun eten. Echt, dat heb ik zo vaak. Daarom kijk ik nooit naar kookprogramma's, want ik krijg altijd honger. Twan moet over ongeveer een uurtje werken. Nu nog maar 32 minuten, dus wat gaan we doen? Ik kan eventjes hier een postje pakken. Oh, Ella staat in de bikini. Wat een mooie bikini heb jij, Ella. Weet je wat we gaan doen? We zorgen dat Ella hierin gaat zwemmen. We zorgen dat de kids hierin gaan zwemmen. Oh, ook al is het wel... is hij wel moe? Waarom is iedereen moe? Nou, daarna kan je hier lekker naartoe gaan. En jij ook. Lekker zwemmen met mama. Gezellig. Kijk hoe groot zwembad je hebt. Ik zal met dit prachtige weer... Oh, het is nu al wel weer bewolkt. Zou ik lekker gaan zwemmen als ik zo'n groot zwembad had. Kijk, zoons en moeder. Ook al gaat moeder er nu uit. Kunnen we niet samen zwemmen? Zwemcoach. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat wil ik wel eens weten. Zwemcoach. Glimmola, Bispa. Abimi, Shirozi. Oh, geef ze gewoon les. Kijk, Tony gaat werken. Dat is fijn. De kids gaan lekker zwemmen. Kijk nou. Het dak. Hoe gaan wij het dak doen? Dat gaat heel lastig worden, denk ik. Kijk, als ik het hier doe. Natuurlijk ook weer niet zo'n hele grote dak. Oké, dan hebben we dit nu. Dat is goed. Weet je wat ik ga doen? Ik
weet wat ik ga doen. Het tas zal misschien niet super mooi zijn, maar het zal mooier zijn dan al deze kleine stukjes. Ik ga gewoon deze... Oh. Ik ga gewoon deze lengte... Ga ik gewoon hier neerzetten. En dan trek ik het gewoon over. Nou guys, het is super lelijk, maar ik weet gewoon niet wat ik anders moet doen. Ik weet het echt niet. Dit is dus het huis. Ja, het ziet er zo raar uit. Dit ziet echt heel raar uit. Oké, weet je, heb jij tips hoe ik deze dak het best kan maken? Laat het me eventjes weten, want ik weet het echt niet. Oké, we gaan gewoon zorgen dat Rose en Green Clown hier samen gaan eten. Rose is boos. Uh-oh, ik zou uit de buurt blijven hoor, Ella. Ik zou er niet naartoe gaan. Misschien kunnen we haar wel eventjes opfleuren. Proberen te kalmeren, dat gaan we doen, ja. Eerst als ze boos en dan ineens... Oké, dit is alleen maar positief. We gaan natuurlijk gewoon gelijk, hup, kindje proberen te maken. Hartstochtelijk zoenen. Ja, oh hell yeah, dat gaan we doen. Eeuw, kijk hoe ze loopt. Oh. Jumba. Wow. Ik zie Ella erbij komen. Ervan. Akkoord. Gaan ze een ojaartje doen? Ja, geluk. Krijgen ze een kind? Of is Rose zwanger? Dat kunnen we beter zeggen. Boos poepen! Wat de... Hierna mag ze boos gaan poepen. Dat wil ik wel eens zien. Oké, eerst kindje. Daar gaan we dan. Kijk hoe sexy outfit ze heeft. Oeh, terwijl ze boos is. Haal de kaartjes met de voorschijn. Maak het romantisch. Rose en Queen bedrijven voor het eerst... Voor de eerste keer een ojaartje. Goed lezen, man, Sarella. Presentatie. 100 impulsen van alle Sims voltooid. Oké, great. Waarom bewegen we niet meer? Ze zijn verstoppertje aan het spelen onder de dekens. Denk ik. Zwangerschapstest doen. Oké, boos poepen ging niet door, want hij liep een beetje vast. Maar we gaan gewoon een zwangerschapstest doen. En... Is ze zwanger? Zo ja, dan spring ik echt een gat in de lucht. Gefeliciteerd, Rose in verwachting! Ik kan geen rondje draaien, want het draadje zit vast. Maar oh my god, we krijgen weer een kindje erbij! Ik hoop zo dat het weer gewoon een apart kind is. En met apart bedoel ik gewoon net zo'n raar kleurtje als de Green Clown. Wauw! Ik heb hier zoveel zin in. OMG, dit kan geen, maar dan ook echt geen betere afsluiting wezen van de Sims. We zijn gewoon weer in verwachting van het derde kindje in totaal. Ik ben echt even sprakeloos. Ah, ik ben zo blij. Ik kan niet wachten tot de volgende aflevering. Want dan ga ik ervoor zorgen dat ze gaat bevallen. Want ja, hè? Ik ben nu zo nieuwsgierig hoe het kindje eruit komt. Vond jij deze video leuk? Blauw dan met een blauw duimpje omhoog. Heb jij nog een idee hoe ik het beste het dak kan doen? Want zoals jullie kunnen zien, dit ziet er gewoon niet uit. Je ziet hier het water, hier het... Ik heb gewoon echt keihard gefaald. Echt waar, keihard gefaald. Ben je nog niet geabonneerd en wil je nog meer van deze video's zien? Abonneer dan zeker op mijn YouTube kanaal. Het is volledig gratis. En dan zie ik jou woensdag bij een nieuwe video. Doei doei!